Welkom allemaal. Ik ga eerst even mijn gasten voorstellen. Naast mij, ik heb vandaag de eer om Janneke Kennis naast me te mogen hebben. Janneke is, als ik het goed zeg, niet goed zeg, moet ik het zeggen, communicatiemedewerker van het Oorlogsmuseum in Overloon. Is goed genoeg? Janneke vandaag de co-presentatrice, zoals ze het netjes noemen. Naast Janneke zit Linda Adam, die eigenlijk anders heet, maar ja, we kennen haar als Linda Adam, dus dan blijven we dat gewoon zo doen, hè. Ja, dan krijgen we ze gaan trouwen, daar kan ik ook niks aan doen. Linda weet alles van de Dr. Pelen Cultuurprijs, gaat ze straks alles over vertellen. Naast Linda zit Mark van der Linden, die heeft als vrijwilliger een, terwijl Nico zijn nek breekt, als vrijwilliger zijn, zich ingezet voor het onderzoek naar alle cijfertjes over Omroep Land voor Kuik. Wie kijken er wel en wie kijken er niet en wat moet er verbeterd worden? Gaan we het over hebben. We gaan het ook praten met Peter de Koning, de inmiddels ex-burgemeester van de gemeente Gennep. En gisteren zijn afscheid gehad, dus hij kan vanaf gisteravond vrij uitpraten en alles vertellen. Dus we gaan precies vragen hoe het allemaal zat daar in Gennep de afgelopen maanden. En we hebben Henry Ebbe daar zitten. Normaal hebben we iedereen op de bank, maar Henry heeft zijn eigen stoel meegenomen, noodgedwongen. Henry die weet alles van toegankelijkheid van gebouwen, openbare gebouwen. En die weet eigenlijk ook heel goed wat eraan gedaan moet worden om dat te verbeteren. Want er valt het een en ander te verbeteren, Henry. Ja, kan ja. Altijd beter, ja. Ja, precies. Nou, ik ga beginnen met Mark. Mark, Omroep Land van Kuik heeft een kijk- en luisteronderzoek gedaan. En ik heb het vanmorgen al eventjes door mogen lezen. Wat eruit is gekomen, wat mij opviel, was dat de bekendheid van de omroep nog maar erg mager is. Zeg ik dat goed? Dat ligt eraan hoe je het uit wilt leggen. Ik vond het verbazingwekkend hoog. Gezien. Ja, wat is je referentiekader? Ik kwam op 1 op de 4 kent het Omroep Land voor Kuik. Dat is 25%. Ik denk van ja, dat ja, kennen en kijken, dat is ook nog een verschil natuurlijk. Ja. Want ik ken de Gelderlander, maar. Ja, lezen is ze lezen samen, ze he? Allemaal. Bij de buren. Precies. Dat heet uitdelen. Ja. Ja. Maar goed, 1 op de 4 kijkt, ongeveer 1 op de 2 luistert af en toe. Ja, voor een lokale omroep is dat een behoorlijk hoog percentage. Dat weet ik omdat ik ook op heel veel andere plaatsen lokale omroepen in kaart breng. Maar wat ik hier een positief resultaat vind, is het feit dat deze lokale omroep hier aan het Land van Kuik is eigenlijk nog maar heel recent, omdat het een samenwerking is van een aantal lokale omroepen die juist weer bij elkaar zijn gaan zitten. Dus dan moet je ook steeds maar weer die mensen van al die frequenties mee zien te krijgen. Je weet hoe belangrijk dat is, ook in het Hilversumse, hoe belangrijk het is om een bepaalde frequentie te hebben en die te kunnen handhaven. Ja. Ga je verhuizen, dan ben je meteen heel veel van je publiek kwijt. Nou, dat geldt hier in het Land van Kuik niet anders. We hadden een omroep in Kuik en Graven. We hadden er eentje in Sint-Tunis, we hadden er eentje hier in Boksmeer. Er is er ook nog steeds eentje zelfstandig in Mel. Die twijfelen wel of ze ook willen gaan aansluiten, maar daar hoeven we het nu even niet over te hebben. Dus dat zijn sowieso al drie voormalige lokale omroepen die samengesmolten zijn naar één. En dan, als je dan een paar jaar later een nulmeting doet, want zo zien we dat, met dit resultaat, dan ben ik daar positief over verrast. Ja, maar ik begrijp dat als je inbox meer vraagt wat is de lokale omroep, dat ze zeggen dat is de BLOS. Precies. Voor een groot deel ja, nog. Ja. Ja. Dus als je vraagt, ken je Omroep Land van Kuik, dan snap ik dat heel veel mensen zeggen, nee hoor. Nee. Vraag je door en kennen ze het BLOS of in Sint-Tunis of in Kuik Graven de anderen, dan krijg je een hogere respons. Maar goed, dat is een geholpen vraag, zoals we dat noemen. Ja. En waar hopen jullie naartoe te werken? Ja, ik zit niet in bestuur, ik zit in een toezichthoudend orgaan. Ik weet niet wat voor ambities het in het bestuur heeft, maar ik denk dat als ik als adviseur van het bestuur zou mogen influisteren, dan zou ik tevreden zijn voorlopig met een positie zoals vele andere lokale omroepen die ook hebben. En daar zitten ze nu heel dichtbij. Nou, dus daar hoeven ze niet echt veel voor te groeien. Nee, ik zal er niet verder op ingaan. Misschien heb jij daar ook nog de vraag die ik nu al wil beantwoorden. Nee, dat gaat lekker zo, Mark. Nee.
Even kijken, ja, je hebt het zelf al aangegeven hoe het een beetje komt dat de naam nog niet zo bekend is. Wat zou je eraan kunnen doen om dat te verbeteren? Dat was dus inderdaad die vraag die ik wilde beantwoorden. Op de eerste plaats, dit soort activiteiten zoals de Omroep het nu samen met jullie ook brengt. Dat zijn programma's die bekend zijn, die ook een vast en trouw publiek hebben en wat een hoge waardering scoort. In Grave zie je zo'nzelfde ontwikkeling, in Kuik-Valen zie je zo'n ontwikkeling. Veel meer activiteit dicht aan bij de bevolking, midden op straat zou ik maar zeggen. Dat brengt nieuw publiek naar de zender. Ja, maar krijg je dan een... je moet dus gewoon echt naar buiten om je te laten zien met jassen van Omroep Land van Kuik, noem het maar, camera met stickers erop. Ja. Je moet gewoon kijken, wat doen ze in Hilversum? Wat doen ze bij Omroep Brabant? Die zijn ook niet gek. Dus aapjes imiteren is helemaal niks mis mee in dit geval. Ja. Nou, ik ben wel even benieuwd welke doelgroepen jullie hebben en welke doelgroepen jullie nog aan willen gaan spreken. Zoals heel veel lokale, regionale omroepen is het de gemiddelde doelgroep wat ouder. Dus zijn echt wel 40-plussers. Ook dat is, zie ik op alle lokale omroepen, dus dat is voor het Land van Kuik niks vreemds. En wat je wel ziet, dat de Omroep Land van Kuik heeft in ieder geval al een paar jonge disjockeys achter de tafel gezet. Ik zal tegenwoordig ongetwijfeld anders zijn, maar ik kom niet in de studio. En dat brengt ook weer jong publiek naar de radio, naar de zender. Ja. Ja. Ik zag in het rapport ook dat er werd gezegd dat ze niet altijd even tevreden waren met de muziekkeuze van Omroep Land van Kuik. Komt dat door de DJ's? Ja, maar die maken natuurlijk hun eigen keuze. Moeten die, zoals je zegt, misschien zeggen, jonger worden, dat het jongere publiek meer trekt? Of waar ligt dat aan? Het lastige van zo'n lokale en streekomroep is dat je een heel breed publiek wil bereiken, terwijl je toch 24 uur per dag muziek uit moet zenden. Kijk weer eventjes naar het Hilversum, daar heb je doelgroepgerichte zenders. Dus er klaagt niemand over de verkeerde muziek op Hilversum 3, want dan luister ik gewoon niet. En dat probleem heb je natuurlijk met lokale informatie. Want de informatie is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat is een van de doelstellingen natuurlijk van een lokale, regionale omroep. Hè. Die hebben een verplichting om ook heel veel informatieve zenders... heel veel informatieve uren te maken. Nou, die verplichting die zit natuurlijk in Hilversumse kringen heel anders. Dus je kunt niet voor een smalle doelgroep alleen maar in dit geval een zender in de lucht houden. Ja. Je moet het heel breed houden. Kun je ook even uitleggen hoe dat zit met de regionale omroepen? Want iedere gemeente is verplicht, als ik het goed heb begrepen, om een regionale omroep te hebben. Die wordt ook gesubsidieerd. Die zou gesubsidieerd moeten worden, inderdaad. Dus je zegt zo, wie doet het niet? Ik ken de cijfers niet, want ik zei nogmaals, ik zit niet in het bestuur. Maar ik weet dat er jaarlijks discussies zijn met de gemeentes over het afdracht van de gelden. Daar staat een enorm bedrag voor, dat is een afspraak tussen de regering en ik denk de OLON, de overkoepelende organisatie voor lokale omroepen in Nederland, om een bepaald bedrag aan de lokale omroepen ter beschikking te stellen, omdat ze namelijk die informatieplicht hebben. Als er bijvoorbeeld een ramp ter plaatse gebeurt, ben je verplicht om daar je informatievoorziening op uit te zenden. Dus daar staat dan ook vanuit de gemeente een onderhoudsplicht tegenover. Ja, niet alle gemeenten zitten even ruim bij kas, dus dan ga je soms de kaasschaafmethode. Maar gemeentes zijn niet verplicht om dat vaste bedrag per inwoner aan jullie te betalen? Ja, een verplichting en nakomen is nog iets anders. Oh, ja. Hoe zit het in Gennep, meneer Koning? Nou, wat ik weet is dat er toch 1,17 euro per huishouden moet worden afgedragen, moet tussen aanhalingstekens worden afgedragen, door gemeenten aan lokale omroepen. Mits die lokale omroepen voldoen aan de criteria die daarvoor zijn gesteld. En ze dus een zendvergunning en alles hebben. En wat ik weet is dat in Gennep ook gebeurt. Zelfs Gennep gaat daar ruimhartiger mee om ook. En volgens mij is dat in andere gemeenten ook wel zo. Dus als dat niet zo is, dan volgens mij moet je eens even een stadskantoor af. Want
even langs gaan om dan eens even op de deur te kloppen. Ik denk dat het bestuur dat ook jaarlijks zal doen. Ja. Ja. En anders gaat de commissaris het ze wel vertellen, denk ik. Wie weet. Wie weet. Ja, ja, precies. Hey, het, nog één ding. Hè. Het onderzoek zelf is gebeurd door studenten aan de Han in Nijmegen. Ik heb zelf ook gestudeerd. Ik heb wel eens een onderzoek gedaan. Maar dat stond er allemaal wel wat mooier in, op papier dan het daadwerkelijk was. Hoe is dit? Nou, daarom ben ik door het bestuur gevraagd om die zaak te begeleiden. Ik doe dit soort activiteiten, zoals ik al zei, 25 jaar beroepsmatig. Lokale omroep Land van Kuik heeft helaas geen budget. Dus ik heb het niet beroepsmatig opgepakt. Maar ik heb gezegd, dan ga ik naar de hogeschool aan Nijmegen. En dan zoek ik daar tweedejaars studenten commerciële economie. En die laten we dat als een opdracht uitvoeren. En ik ben van A tot Z samen met de studenten opgetrokken. Dus eigenlijk het traject wat ik in het kantoor ook zou doen, onderwerpenlijst, vragenlijst, conceptvragenlijst en vervolgens de straat op. Ja, dus de cijfers zijn absoluut betrouwbaar zoals ze er staan. Ja. Ja. Nou, dat is wel belangrijk om te weten. Zeker, natuurlijk, ja. Ja. Nog één laatste vraag dan gaan we over naar Peter de Koning. Ik begreep ook jullie onderzoek dat vrouwen naar de supermarkt gaan en mannen naar de bouwmarkt. Dat stond er niet zo in. Nee, wat er stond, dat jullie hebben mensen geëngageerd en jullie zijn bij supermarkten gaan staan en daar kwamen alleen maar vrouwen op af. En om toch ook voldoende mannen in het lijstje te krijgen, zijn we naar de bouwmarkt gegaan. Nou, precies. Je stelt van tevoren je steekproef samenstelling vast en dan zeg je nou, van elke leeftijdscategorie zoveel mensen en die moeten dan redelijk, zeg maar, pons-pons-gewijs 50-50 vrouwen en mannen zijn. En als je dan op straat aan het enquêteren bent en je komt tot de conclusie van, we halen onze quota niet in een bepaalde leeftijd of een bepaalde geslachtssamenstelling, dan ga je wat gerichter een andere plek zoeken waar je mensen wel kunt ontmoeten. Ja. Nou, als er dan op een dag dat je staat te enquêteren voornamelijk dames komen, dan is de conclusie van, nou, dan moeten we naar een plek waar we in korte tijd wat meer heren ook kunnen treffen. Ja. Dat is dan inderdaad de bouwmarkt. Dat is de bouwmarkt. Maar dat is het slimme denken wat jij en ik zelf ook hadden kunnen doen. Ja, nou, je zou tegenwoordig verwachten dat het allemaal anders is, hè? Blijkbaar niet. Nee. Nee. Of het ligt aan de dag van de week. Ja, ja, precies. Mark, dankjewel dat je hier was om het allemaal uit te leggen. Ik wens jullie heel veel succes. En voor wie het niet weet, hè, dit is straks bij Omroep Land van Kuik gewoon terug te zien. Hè? Precies. Ja, daarom. Precies. We gaan naar de burgemeester, de ex-burgemeester van Gennep. Peter, mag ik Peter zeggen trouwens? Nou, je mag bent Peter geen zeggen. Burgemeester meer. Dan mag ja, als jij Peter mag, dat mag je zeggen, maar dan zou ik wel even een glaasje water willen. Maar ik kan niet opstaan, want er ligt hier een hele mooie hond, zeer geïnteresseerd te slapen. Dus hij reageert gelijk. Ja. Komt goed. Je hebt gisteravond het officiële afscheid gehad in Piek en Mare. Dankjewel, man. Hoe was het? Was het druk? Was het gezellig? Allebei. En het was warm. Ja. De warmte zat hem in de temperatuur in de zaal, maar vooral ook in de warme reacties die ik van heel veel inwoners heb gehad. Ja. Dat was echt hartverwarmend, is een understatement. Ja, ja. En dat kon je ook wel gebruiken volgens mij, hè? Want je hebt een, om voorzichtig te zeggen, een zware zomer gehad. Ik heb een pittige zomer gehad, ja. Dat klopt wel, ja. Ja, ja, precies. Dus dat dan extra mooi dat die mensen dan komen om... Nou moet ik erbij zeggen dat zeker vanaf het begin van de zomer ik regelmatig veel reacties, nou onderwerkelijk, heb gehad van inwoners, ook gedurende die hele periode. En eerlijk gezegd is dat wel iets wat je door zo'n periode heen helpt. Ja. Daar zit zoveel steun en zoveel warmte van mensen in, dat dat is weer een understatement, dat sleept je er echt doorheen. Ja, misschien even voor de mensen die het niet gevolgd hebben, ik kan me bijna niet voorstellen, want we hadden op een gegeven moment de periode dat we iedere dag wel artikelen over... Jullie bleven aan de gang in de krant. De kranten hadden staan. Nou goed, 7 jaar burgemeester van de gemeente Gennep geweest, vorig jaar of anderhalf jaar geleden zo'n beetje nog de herbenoeming gehad voor de tweede termijn. Ja. En dan komt er een gemeenteraadsverkiezing, er komt een nieuw college en die zeggen het vertrouwen in de burgemeester op.
even kort samengevat wat er in langere tijd... Nou ja, goed, en dan komt er voor de zomer de gemeenteraadsvergadering waarin u aankondigt te stoppen. Dan is iedereen, behalve de betrokken wethouders, waarschijnlijk stom verbaasd. Ja, dat is kort hoe het gebeurd is. Daarna was er een zware periode met gaat hij wel weg, gaat hij niet weg. Dat was een beetje een gezelschapsspelletje in Gennep geworden. Uiteindelijk, na heel veel trekken, wilden er of hebben mensen verteld wat er dan kennelijk aan de hand was geweest. Want dat bleef heel lang heel erg vaag. Ik heb het even opgeschreven. Zoals het ons verteld is, hè? Dat is niet mijn mening, want anders dan hebben we gelijk ruzie, denk ik. Even kijken, u bent... Ik weet niet wat je gaat vertellen. Dus. Nee, daar komt hij, let op. Hou je vast. U bent bemoeizuchtig. U gaf wethouders geen ruimte. U zet de raadsleden onder druk. U bent een controlefreak. U slaat met deuren. Ambtenaren zijn bang voor u. En nou ja, dat wordt er over u gezegd. Wat denk je dan als je dat hoort en leest? Nou, het eerste wat ik dacht, goh, voor de rest gaat alles goed. Dat is heel belangrijk. Dat één. En twee dacht ik, ja, wat ik ook al eerder heb gememoreerd. Het is een verzameling verzonnen verhalen. Het is een slecht toneelstuk wat hier wordt opgevoerd. En voor de rest ga ik op lasten en leugens gewoon niet reageren. Nee. Helder. Dus ze hebben onzin verteld. Begrijp ik dan. Ja. Ik ga er gewoon verder niet op reageren. Nee. Ik vind het dat niet waard. Nee, dit is, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is geweest. Ja. Hoe heeft u zich daar doorheen getrokken door die zomer? Door in eerste plaats mijn werk te blijven doen gedurende de zomer. Ik was daar burgemeester en ik vond dat het beleid en het bestuur van de gemeente er allemaal niet onder mocht leiden. Dus ik heb me echt ingezet en dat kost best veel energie om alles goed te laten verlopen. Collegevergaderingen, raadsbijeenkomsten, alles wat er... In de zomer is het natuurlijk wat minder druk, dat scheelt dan wel. Maar alle dingen die ook de dagelijkse dingen die moesten gebeuren op het gebied van politie, veiligheid enzovoorts, heb ik doorgezet omdat ik me daar verantwoordelijk voor voelde. En dat ben ik blijven doen tot begin september. Ja, maar hoe moeilijk is het dan om dat te blijven doen met collega's in het college die in feite gezegd hebben van de meneer de Koning, u kunt beter vertrekken. Ja, je moet er wel mee samenwerken nog. Dat klopt, dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik moet zeggen, de wethouders hebben ook wel ingezien dat het bestuur moest blijven doordraaien. Dus daar hebben zij ook aan meegewerkt. Dat doe je ook niet in je eentje tenslotte. Dus dat is ook zo gegaan. Maar ik vond het belangrijker dat het gemeentebestuur goed bleef draaien. Dat vond ik belangrijker dan alle andere zaken die daaronder dan speelden. Daar heb ik me op gefocust en daar heb ik zo door de zomer heen heb ik dat zo gedaan. Ja, steun van thuis? Steun van thuis natuurlijk, zeker. Ja. Mijn vrouw is ook nu erbij. Dat is wat dat er gaat, er stond in de krant de kreet Team de Koning al genoemd. Ik heb hem niet zelf verzonnen, maar hij is wel aardig van toepassing. Ja. Dat, maar ook wat ik net al zei, veel steun van directe omgeving. Familie, vrienden, kennissen, inwoners van Gennep, heel veel inwoners van Gennep, die op alle mogelijke manieren steunbetuigingen hebben gedaan. Kaartjes, appjes, telefoon, aan de deur, mensen die aan de deur komen bij me en zeggen van goh, dit vind ik niet terecht en dat soort dingen allemaal. En wat ik al zei, dat helpt heel erg om ook te kunnen blijven doen gedurende die zomermaanden wat ik heb gedaan. Ja. Tot ik begin september heb gezegd van als er geen toekomst is, dan moet je ook dan het gemeentebestuur laten voorgaan en prevaleren. Toen heb ik dus op dat moment, 3 september, mijn taken neergelegd. Ja. Ik ben wel even benieuwd hoe u terugkijkt op de afgelopen jaren als burgemeester van Gennep. Ik ben dus bijna 7,5 jaar burgemeester van Gennep geweest. Daarvan heb ik 7 hele mooie jaren gehad. Heel veel dingen beleefd. Ik heb ook dingen kunnen meehelpen bewerkstelligen. Denk aan het 400 jaar stadhuis wat we 2 jaar geleden in Gennep hebben gehad. Dat is een enorm groot, heel volksfeest geweest met talloze activiteiten. Door inwoners zelf georganiseerd. Nou, dat is het mooiste wat je kunt hebben, want dan kweek je ook samenhorigheid met elkaar. Ik heb bijgedragen aan het realiseren van dat de Vierdaagse weer door het centrum van Gennep loopt elk jaar. Dat de Holland Ladies Tour elk jaar kon via het netwerk binnenkomen. En dat soort dingen is mooi om te doen. En verder heel veel met de inwoners kunnen doen. Elk 60-jarige bruiloft was een feestje. Zeker voor die mensen die natuurlijk 60 jaar getrouwd zijn. Maar dat zijn hele leuke en mooie contacten die ik daar dan heb overgehouden. Ook tot op de dag van vandaag. Dat is mooi om te doen.
Dus ja, ik kijk op die 7 jaren met heel veel genoegen en plezier terug. Dat hou ik ook vast. En dat overstijgt ruim die laatste 4,5 maand die uiteraard wat mindere kwaliteit hadden. Ja. En nou? Ja, en nu? Gisteren het afscheid geweest. Daarmee sluit je ook natuurlijk ook een periode af. Zo voelt dat ook. Dat is ook echt een eikpunt. Het is ik heb het geen afscheidsbijeenkomst genoemd, maar een tot ziens bijeenkomst. Omdat wij in Gennep in Milsbeek blijven wonen. Jullie wonen in... In Milsbeek? Ja, Milsbeek, ja. Daar blijf je inderdaad gewoon wonen. Als je in dit mooie gebied woont, ga je toch niet weg? Nee, dat doe je niet. Dus wij ook niet. Waarom zouden we ook? Bij de inwoners en zo, dat weten wij, daar voelen we ons in thuis. En daar kunnen we ons in thuis blijven voelen. Dat blijven we dus ook gewoon doen. En ja, wat de toekomst gaat brengen, dat gaan we even zien. Ik bedoel, ik heb zoiets van, het moet allemaal eventjes tot rust komen. Nou, dat punt hebben we nu bereikt en nu gaan we om ons heen kijken en ga ik eens kijken wat er allemaal op mijn pad komt en kan komen. Stel dat er komt hier een nieuwe fusiegemeente, hè? Gemeente Land van Kuik gaat het heten. Die hebben ook weer een burgemeester nodig. Een optie? Nou, moet je weten, je mag burgemeester zijn tot je 70ste. Ja. En dat is voor mij, ik ben gisteren 66 geworden, dat is de dag van het afscheid dus. En men neemt een burgemeester voor een benoemingstermijn van 6 jaar. Ja. Dus voor het Land van Kuik, het lijkt me een hartstikke mooie uitdaging, maar ik vrees dat ik te oud ben. Ja, precies. Ja. Maar dan zijn er misschien nog plaatsen waar een waarnemende burgemeester nodig is, die ja. met straffe hand kan regeren. Nou ja, straffe hand, ik denk dat wel meevalt. Ja, ik probeer het gewoon. Ja, ga je gang. Nee, dat is niet zo. Ja, kijk, dat zou kunnen. Ik heb natuurlijk 7,5 jaar burgemeester. Ik ben daarvoor 6 jaren wethouder geweest in 2 verschillende gemeenten. Daarvoor heel lang in de raad gezeten. Dus die expertise die is aanwezig. Ik ben natuurlijk ook een ervaringsdeskundige als het gaat om dingen die wat minder goed verlopen nu. En als er een gemeente zich aandient die net tussen 2 burgemeesters in zit in zo'n periode. En ik kan daar met mijn ervaring daar een bijdrage aan leveren voor zo'n gemeente om dat goed te overbruggen. Dan lijkt me dat een prima uitdaging. Ja, want u zegt wel, het blijft in Milsbeek wonen, ja. Dus het moet dan wel in de buurt zijn, denk ik. Ik weet dat ik heb wel meer waarnemend burgemeesters meegemaakt. Je ziet nu in Gennep, waar Willy Brood van Beek nu waarnemend burgemeester is. En die woont in Marhees, dus dat is een uur rijden. Dus ja. En dat kan in dat soort situaties. Voor een overzienbare periode kan dat. Ja, precies. Ja, precies. Kijk, waarnemend ben je meestal 3/4 jaar zoiets. Dus, ja. Ja. Ja, precies. Over een maand of 8 moet er ook in Gennep een nieuwe burgemeester zijn. Ja, dat weet ik. Daar ga ik verder niet over. Gaat u niet over. Nee. Moet ik me niet mee bemoeien. Nee, precies. Snap ik. Want u komt oorspronkelijk niet hier uit deze regio, hè? U komt uit het westen van het land ergens. Nee, geboren Schiedammer. Schiedammer, ja. Uit een echte jeneverfamilie. Er zit een kenner in de zaal, hè? Dat kun je een beetje horen, hè? Vanavond Ridderkerk de politieke carrière gestart, in de raad geweest, gezeten wethouder geweest. Daarna 2 jaar in Steenbergen wethouder geweest, dus West-Brabant, daarheen ook verhuisd. En we waren pas 1,5 jaar verhuisd toen Gennep zich aandiende. Dus toen zijn we deze kant op getrokken. Ja, maar mentaliteit hebben ze altijd over, hè? Van het westen en het gemoedelijke Brabant en Limburg. Merk je dat echt als je vanuit het westen hier komt? Ja, dat merk je zeker wel. Dat merk je. Kijk, die gaat dat gelijk interessant vinden. Ja, dat merk je. Maar grosso modo, hè, want nu gaan we erg een beetje chargeren anders. In het westen is het natuurlijk wel een veel directere aanspreekmentaliteit. Dat merk je wel. Nee is nee, klaar. Nee is ook een antwoord. Klaar is klaar, huppatee. En dat merk je in het Brabantse Steenbergen. Merkte je al dat even iets anders is. In Noord-Limburg is het ook weer anders. Zuid-Limburg is weer heel anders. Ja. En dat merk je wel. Ik heb wel geleerd, mede omdat mijn vrouw in Zuid-Limburg is grootgebracht. Dus dan heb je wel een beetje en de familie natuurlijk, dat weet je wel. Niet zo direct zijn, niet zo directief. Dat wordt hier minder op prijs gesteld. Nou oké, daar pas ik me dan op aan. Ja. Zo hoort het ook te zijn, denk ik. Ja, precies. Ja. Zou dat van invloed kunnen zijn geweest als je... Je blijft proberen, ja. als je zegt van, hè, je bent gewend om van huis uit direct te zijn. Hè, ja is ja, nee is nee. En dan, dan moet je je aanpassen aan een andere cultuur. En, Nee, man, dat is niet zo. Want dan zou ik geen 7 jaar burgemeester met plezier zijn geweest.
Ja. Dus ik denk dat dat niet is. Nee, want nee. Bij, laten we wel zijn, hè, bij het vorige college dat er in Gennep zat, was er, tenminste voor zover ik weet, nooit een probleem. Ik heb in 4, 5 verschillende colleges als wethouder of burgemeester gewerkt. En dat is bijna altijd goed gegaan op de laatste paar maanden na. Dus ja. Ja, ja, en dan zijn er toch andere karakters die in één keer komen. Je blijft proberen, hè? En dan, ja, dat blijft. Wat zeg je, Mark? Ja, nee, dat is het. Dat was ja, natuurlijk ook bij iedereen de verbazing. Je wordt herbenoemd. Dan denk je van, nou, het gaat goed. Iedereen is tevreden. Ik neem aan dat je dan een functioneringsgesprek ook hebt gehad met de vertrouwenscommissie. Oh, je wordt als burgemeester ook bij herbenoeming helemaal doorgelicht. Ja, ja, daarom. Van alle kanten. Dus en dan verbaast toch iedereen dat het dan in één keer misgaat. Ja, 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 voor mij is het al 4,5 maand oud. Dus voor mij is de verbazing niet meer af te lezen. Maar je kunt je voorstellen dat ik de eerste periode ook heel erg heb gehad. Ja, ja. Ja. Ja, gisteren het afscheid gehad. Ja. Morgen op vakantie of wat staat er te gebeuren? Nou, dat zou van het cadeau wat ik heb gehad van de gemeente zomaar kunnen. Maar dat gaan we wel goed voorbereiden. We gaan wel op vakantie, maar niet gelijk morgen of overmorgen. We gaan eerst even rustig op adem komen, even kalm aan. Ook een beetje om me heen kijken van, goh, hoe ziet de toekomst eruit? Ik heb geen geraniums thuis, dus daar ga ik ook niet achter zitten. Nee. We gaan eens even kijken hoe en wat. En ja, we zien het wel. Dat, ja. Het komt wel goed. Gezellig met z'n tweeën. Af en toe een keer winkelen in Gennep, kijken hoe het is. Ook of een Boxmeer, hè, dat heeft een keurig winkelcentrum. Dus dat soort dingen kan allemaal. Ja. En we gaan wat sociale contacten inhalen. Want je hebt drukke banen, dat schiet er wel eens bij in. Ja. Daar schaam ik me af en toe wel eens voor. Nou, die kans grijp ik nu omdat voordat we niet weinig hebben van die sociale contacten om die goed te kunnen onderhouden. Dat kunnen we nu eens even gaan inhalen. Dat is op zich ook al mooi. En daar begint het mee. Misschien een keer naar het Oorlogsmuseum. Ook. Als ik daar al niet geweest was. Ik heb nog wel even een vraag. Ik ben heel erg benieuwd, wat gaat u het meest missen? Wat ik ga missen? Ja. De warme contacten met die inwoners die je kan helpen. Soms zijn er situaties dat wat verschillende belangen zijn. En als je daar dan bij gaat zitten, in die rol als burgemeester. En het lukt om die belangen uit te wisselen en het tot één te maken. Dan was mijn dag altijd heel goed. En dat ga ik proberen te blijven doen, want anders ga ik het missen. Ja, nou, ik zou zeggen, fijn dat je er was. Ja, ik vind het ook erg moedig, want er is toch een hoop over je heen gekomen zo de afgelopen. Heel veel sterkte, vooral heel veel plezier de komende periode, zou dankjewel. Ik zeggen. Ja, zoek nog een leuke job ergens in een mooie gemeente. Ja. Ja, ja, wie weet. Ja. Dankjewel. Linda, de Dr. Pele Cultuurprijs. Hebben ze in Gennep een cultuurprijs trouwens? Ja, die is er wel. Er is een rijk cultureel leven in Gennep. Ja. Zeker ook met het verleden erbij natuurlijk. Maar dat is niet de Gennapja, dat is weer iets anders. Nee, de Gennapja is een gemeentelijke onderscheiding. Die heb ik net maar niet genoemd dat die in mijn periode is ingevoerd. De naam is trouwens verzonnen door mevrouw. Het team, hè, heb je weer. Ja. Gennapja is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgeraakt aan Gennepenaren die zich heel verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Heeft u hem gehad gisteren? Nee. Hè, toch? Nee. Nou, nee. Zou een beetje raar zijn. Zelf ingevoerd en dan zelfs een Gennapja krijgen. Dat weet ik niet. Ja, nee. Dat nee. Zou zomaar kunnen. Je begint er nou over, ik heb er nog helemaal niet aan gedacht. Nee. Dus. Ja, wie weet komt er nog iemand. Ach ja, dat zou nog kunnen. Een goed idee. Ja, precies. De volgende vrijwilligerswerk. Ja, Linda. Ja. De Dr. Pele Cultuurprijs. Ja. Wat is het? De Dr. Pele Cultuurprijs is 12 jaar geleden ongeveer in leven geroepen door de gemeente Boxmeer. Om een organisatie, stichtingen of teams een extra impuls te geven. En een bedankje dat ze zo goed een cultureel event organiseren bijvoorbeeld. Of iets met kunst doen. Ja. Jouw functie erbij? Je zit in de jury of heet het anders? Ja, jury. We noemen het de commissie. Ja. Ja. Ja, jullie bepalen wie er wint. Ja. Weet je het al wie er wint? Nee. Ah. Ja, blijf nee, proberen. Ik denk altijd even nieuws, hè? Nee. Ja, nee. Nee, ik want, heb geen scoop. Jij zit in de jury. Leg eens uit hoe die procedure loopt van die prijs. Mm-hmm. Twee andere commissieleden hebben daar een aantal jaar geleden echt een protocol voor opgesteld. Waarbij we in 3 rondes alle voordrachten beoordelen. Voordrachten zijn eigenlijk suggesties van mensen uit de gemeente Boxmeer die ze via een website kunnen indienen.
En wij gaan die in 3 rondes beoordelen. Eerst gaan we kijken of het echt wel cultuur is. Ik weet bijvoorbeeld in de gemeente Kuik dat daar een cultuur- en sportprijs is. En wij hebben wel, of in ieder geval de gemeente heeft ervoor gekozen, dat sport bijvoorbeeld niet onder de Dr. Pelen cultuurprijs valt. Dus wij maken selectie en wegen af of het cultuur is of niet. Ja. Vervolgens de voordrachten die daar dan overblijven, die gaan we verder beoordelen op een aantal punten, criteria noemen wij die. Dat zijn vragen die we aan onszelf stellen over de voordracht. Dat doen we individueel. Dus we bestaan uit 5 commissieleden zijn er. En die beoordelen we individueel en daarna gaan we bij elkaar zitten. We geven ze scores, punten en we gaan vergelijken, we discussiëren daarover en daar komen nominaties uit. Ja, dus iedereen kan de buurman als hij iets heeft aanmelden bij jullie voor om een aanmerking te komen voor de cultuurprijs. Ja. Ja. Waar moet het aan voldoen? Ik bedoel, ik zeg nou mijn buurman, maar... Nou, het moet ten eerste iets zijn wat niet commercieel is. Dus als uw buurman daar iets mee doet waar hij zijn geld mee verdient, dan kan die niet de Dr. Pelen cultuurprijs voor in aanmerking komen. Okay. Daarnaast hebben we natuurlijk ook dan de sport, wat eigenlijk een beetje uitgesloten is. En hetgeen wat is voorgedragen moet uit de gemeente Boxmeer komen. Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Ja. Dus er zijn niet heel veel criteria. Maar ja. Nee. En krijg je dan over 2 jaar de Dr. Pelen cultuurprijs voor de hele gemeente Land van Kuik? Daar heb ik geen enkel idee van. Nee, maar goed, het is natuurlijk wel. Kuik heeft zijn eigen prijs, Boxmeer heeft zijn eigen prijs, Sint-Tunis heeft het Peert. Dat zou kunnen, ja. Ja. Ik zou het niet weten. Dus nee. Ik denk dat het ook aan de gemeentes is. In principe zijn wij een soort adviescommissie voor burgemeester en wethouders. Ja. En meeste, ja, eigenlijk altijd nemen ze wel het advies over. Maar in principe zijn zij degene die beslissen. En wij zorgen ervoor dat dat er goede, afgewogen advies is. Ja. Ja, wie zitten er eigenlijk allemaal in zo'n commissie en hoe kom je daarin? Ja, nou, het is zo dat er zitten dus 5 mensen in. Ze komen natuurlijk allemaal uit de gemeente. Het is een heel divers stel mensen, vind ik zelf. Er zit iemand in die ook kunst maakt en heel veel met kunst en bezig is. Onze voorzitter die houdt ook van schilderen en beeldkunst bijvoorbeeld, maar ook van andere kunstzaken natuurlijk. En we hebben nog iemand die meer in de bouwkundige hoek zit, met misschien wat meer architectuur bijvoorbeeld, maar ook heel actief is en is geweest in het dorpsleven. Ikzelf ben 3 jaar geleden gevraagd door de voorzitter, Wally Bastiaanse, om ook in de commissie te komen. En ja, dat is eigenlijk, zo is het eigenlijk gekomen. Ik heb zelf ben een tijd lang bestuurslid geweest van een jongerencentrum, De Box, hier in Boxmeer, in mijn jongere jaren. Lang geleden. En daar ken ik hem van, want hij was daar ook voorzitter van. Ik heb een tijdje nog wat vrijwilligerswerk gedaan, ook met Muziekpark. Dat is ook, ook een stichting die ooit de Dr. Pelen Cultuurprijs heeft gewonnen. Een tijdje geen vrijwilligerswerk gedaan. Het kriebelde wel een beetje. En toen kwam Wally met de vraag of ik in de commissie wilde. En dat leek me wel wat. Wat heb je zelf met cultuur? Ja, dat is een goede vraag. Ik dacht dat die wel al zou komen. Was je nou, bang ik voor? Ik ben helemaal niet muzikaal. Ik kan niet schilderen. Ik kan niet beeld houden. Of noem maar op. Maar het is wel iets wat ik heel erg... waardeer. Ik ben meer een genieter, zeg maar, dan dat ik zelf dingen maak. En ik denk dat heel veel mensen dat ook zijn. En daarom denk ik dat ik een goede bijdrage kon leveren aan de commissie. Er zit ook overigens ook nog Giovanni in. En hij is bestuurslid bij Op de Toffel Muziekfestival in Vierlingsbeek. Had ik nog niet genoemd. Merk je ook dat dat nou groeit? Dat je steeds meer aanmeldingen krijgt met de jaren? Ja, we hebben wel wat meer aanmeldingen gekregen. Wat ik al zei, het is 3 jaar dat ik er nu in zit. Ik weet niet zo goed hoe het daarvoor was. Maar we zien wel dat er meer aanmeldingen zijn of meer voordrachten zijn gekomen dit jaar. En dat zou ook wel kunnen komen doordat we de
periode wat hebben veranderd. Voorheen was het zo dat de uitreiking plaatsvond tijdens het Lekker.uit festival, hier ook in de Weijer. En we hebben dan, en dat was begin september, dus dat betekende dat je mensen konden iets voordragen tot 1 juli ongeveer. Maar we hebben de voordrachtperiode nu ook verlengd tot 1 oktober, dus die is net afgelopen. En de uitreiking vindt nu plaats op 11 januari. En we denken wel dat daardoor ook al meer voordrachten zijn gekomen. Mensen zijn teruggekomen van vakantie bijvoorbeeld. We hebben wat langer reclame kunnen maken, zeg maar. Dus ik denk dat daardoor ook wel meer voordrachten zijn gekomen dit jaar. Ja, want hoeveel voordrachten zijn er? Rond de 21. 21. En dat is heel divers? Of komt er toch een bepaalde hoek binnen? Nee, het is echt heel divers. En wat ik ook wel heel mooi vind, is dat, dat ook alle dorpen, zeg maar, een voordracht, dat er wel ook uit elk dorp een voordracht is, sowieso. Ja, ja. Dus dat vind ik wel heel mooi, dat het ook daar leeft. Ja. En niet alleen maar in de... Jullie gaan nou met de commissie 3 nominaties doen, ja, hè? Ja, nou, dat ligt een beetje aan de voordrachten. Wij zijn op dit moment druk bezig met de tweede ronde. We hebben wel al bepaald of iets in aanmerking kan komen. Maar we zijn nu bezig met de tweede ronde, waarin we dus een aantal criteria individueel gaan punten gaan geven. En daar komen we tot nominaties. Die zullen, ik denk, half november ongeveer bekend worden gemaakt, de nominaties. We hebben overigens het Dr. Pelen Cultuurprijs. Ik verwacht dat daar 3 tot 4 nominaties uitkomen. Maar we hebben ook nog een stimuleringsprijs. Okay. En die heeft de gemeente, nou, als ik het goed zeg, een jaar of 4, 5 geleden in het leven geroepen, om eigenlijk initiatieven die pas recent zijn opgestart, om die ook een zetje te geven of een duwtje in de goede richting, of in ieder geval te waarderen, zeg ja, maar. Ja. En ja, daarvan wil ik eigenlijk wel zeggen dat wat u daarvan vaak hoort, is dat er verwarring is over stimuleringsprijs, of dat is dan voor jonge mensen, initiatieven die jonge mensen doen, maar het gaat echt puur om hoe lang het initiatief al bestaat. En hoe lang moet het bestaan? Nou, ja, recent. Ja. Ja, dus dat kan een jaar, 2 jaar zijn, 3 jaar, ja. Dus iemand die niet jong is, tegen de 70, en pas 2,5 jaar muziek maakt, zou die ervoor een stimuleringsprijs kunnen? Ja, die zou gewoon een stimuleringsprijs kunnen. Ja, Rinel, je hebt kans. Ja. Ja, nee, maar goed, dat is natuurlijk wel leuk, want anders zou je alleen jonge talentjes... Nee, precies. Ja. Het is soms wel eens verwarring over. En de stimuleringsprijs is echt, het gaat echt om de duur van het initiatief en niet de leeftijd van degene die het uitvoeren of daarmee bezig zijn. Ja, op 11 januari komt dan de uitreiking. Wordt dat een van de grootste spektakel in het hoogkoor met alle toeters en bellen? Nee, dat gaat er niet worden. Maar wat wel zo is, is dat we dus voorheen bij Lekker.uit zaten. Theoretisch heel mooi, want het is natuurlijk het begin van het theaterseizoen, et cetera. Maar wij wilden toch een eigen evenement. We besteden daar veel tijd aan. Er zijn veel mensen die een voordracht hebben gedaan. We willen eigenlijk ook cultuur in de gemeente Boksmeer echt een podium geven. Dus we mogen hier in de Weijer op 11 januari in de avond de uitreiking doen. Ja, en zeker, daar zal natuurlijk wel wat spektakel bij zijn, zeker. En daar is ook overigens een aparte werkgroep die dat organiseert. Ja, precies. Ja. Interessant voor Omroep Land van Kuik om te komen filmen? Zeker. En dan een belspelletje aankoppelen, dat mensen kunnen bellen wie er moet winnen en zo. En dan kun je nog 10 cent per telefoontje. De werkgroep heeft heel veel ideeën en ik verwacht dat het een hele mooie, fijne avond wordt. En wat wel heel mooi is, is dat het gewoon toegankelijk is voor iedereen. Dus gratis. Alle mensen kunnen komen. Natuurlijk niet alle inwoners, want dat gaat niet passen hier. Maar wij hopen wel dat er zoveel mogelijk mensen komen om eens te kijken wat cultuur Boksmeer allemaal te bieden heeft. Ja. Ja. Ten slotte heb je nog aanmeldingen gehad die je hebt moeten afwijzen? Dan zeg je, ja, dat zegt niks. Nou, dat gaat niet over dat het niks is, maar dat het dus niet voldoet aan het criterium. En wat ik wel zou als commissielid wel moeilijk vind soms, is dat je hebt natuurlijk nominaties. Je hebt sowieso alle voordrachten en ze zijn, ja, de meeste zijn zo mooi. Je zou ze eigenlijk allemaal willen laten winnen.
En ja, dat kan niet. Dus als je een winnaar hebt of wil adviseren aan de burgemeester en de wethouders, weet je dat er ook initiatieven zijn die niet gaan winnen. En dat vind ik wel heel jammer. Ja. Wat overigens niet betekent dat als een voordracht niet genomineerd is of niet gewonnen heeft, kun je die nog steeds, nog het jaar daarna opnieuw voordragen. Opnieuw opgeven, ja. Dat kan. Ja. Heb je van de 21 voordrachten nu zelf een voorkeur? Nee, ik ben en zo echt, ja, welke is dat? Nee, dat ga ik sowieso niet vertellen. Nee, maar de voordrachten, het is geen geheim, maar het is wel zo dat we een verrassing willen laten zijn wie er genomineerd gaan worden. Dus daar kan ik niet echt iets over zeggen. En ik moet zeggen dat ik zelf nog druk bezig ben met researchen van alle voordrachten. Want ja, dat doen we wel gedegen. Dus ik ken ook niet alle cultuurorganisaties in de gemeente. Dus we gaan op onderzoek uit en... Ja. Daar zijn we eigenlijk nu druk mee bezig. Ja, precies. Nou, als jij nou op 11 januari de winnaar gelijk vraagt of hij op de laatste vrijdag van januari hier komt, dan kunnen we kijken wat het geworden is. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja, ja. Nou, bij deze. Cultuur, als we het daarover hebben, gaan we naar muziek. Ik weet niet waar Rinel en Toon, die zitten hier achter mij. Dan kunnen we even een pauze inlassen met een mooi muziekje van jullie. Ik kom heel even naar jou toe, Rinel. Ja. Ja, nee, blijf maar even staan. Ja, anders wordt moet ik zo door mijn knie. Rinel, jij bent 2,5 jaar geleden bij ons geweest. Toen was je net begonnen met muziek. Daarom maakte ik net de opmerking ook. Toen was je eigenlijk ongelooflijk zenuwachtig, weet ik nog. Hoe is het nu? Nu is het minder. En net na het eerste lied was het bijna weg. Maar omdat er nu een lange tijd tussen zit, is het weer een beetje. Maar het gaat, dat overleef ik. Ja. Je hebt heel veel geleerd in de afgelopen 2,5 jaar. Hoe heb je dat gedaan? Nou, iedere dag gitaar spelen en iedere dag bezig met muziek. En met clipjes maken en liedjes schrijven. En ja, bijna iedere dag bezig met muziek. En dan aldoende leert men bij. Ja. Zangles gehad? Nee. Echt helemaal zelf? Alles zelf, ja. Ja, precies. Ja, ja. Af en toe krijg ik nog een gitaarlesje van Bart-Jan. Oké. Zo. Wat gaan jullie vooral spelen nu? Nu gaan wij Beautiful You spelen. Beautiful You, nou. Ik ga weer zitten, ja. Succes. Dankjewel. Nou, Beautiful You. Face, innocent face, and a wandering face.
face is your face. Your hands, your eyes, your smile, your face, beautiful, beautiful you. Thank you. Thank you. Schrijf jij je liedjes zelf? Wat prachtig. Waar zijn ze op geïnspireerd? Wat is de inspiratiebron? Dit op een overleden zusje van mij. Die in een psychiatrisch ziekenhuis hangt en die nooit sprak. En die dus op haar manier ook heel mooi was. Dus daar is dit op gebaseerd. Ja, echt een prachtig liedje. Ja. Nou, dankjewel. Je hoort nog wel dat ik een beetje... Ja. Ja, Henry, welkom. Ja, ik heb iets meegekregen van jou. Dat moet ik laten zien. Dat is een sticker van het platform Gehandicapten Sint Antonis. Ik laat hem even in de camera zien. Dan kan de cameraman even inzoomen. Nou goed, deze sticker, Henry, wat is de bedoeling daarvan? Laten we maar met de deur in huis vallen. Nou, dan... Kun je zien als je een gebouwpand nadert en dan weet je gelijk van nou hier kan ik goed terecht. De toegankelijkheid is in orde en je kan zonder valpartijtjes of rare dingetjes gewoon normaal binnenkomen. En ja, dan kan het wel de keuze zijn om juist dat café of restaurant of zo daar maar naar binnen te gaan. Hè? Ja. Dat geeft dan die voorkeur. En ja, dat zou eigenlijk, dit is een initiatief van het platform Gehandicapten Sint Antonis, die sticker te ontwerpen. Dan geeft dat meteen duidelijkheid van, nou hier is het goed toegankelijk, maar dit zou eigenlijk landelijk moeten zijn. En landelijk is er nog helemaal niks voor geregeld. Nee. Dat is best wel merkwaardig als je er zo over nadenkt. Ja, ja, inderdaad. Misschien even voor de duidelijkheid. Jij zit in een rolstoel, een elektrische rolstoel. Leg voor iedereen even kort uit hoe dat zo gekomen is. Ik ben in 2004 met een mountainbike voorovergevallen op mijn hoofd. Ik brak daarbij mijn nek en kwam op de grond terecht. Ik voelde gelijk van, dit klopt niet, want mijn ademhaling werd een stuk minder. Ik voelde niet eens waar mijn onderlichaam eigenlijk lag. Eigenlijk. En ja, daar kwam al snel hulp bij en ik was wel steeds bij positieve. En toen ben ik naar de Radboud gebracht en toen bleek dus met een MRI-scan dat ik dus mijn nek gebroken had, dus een hoge dwarslesie. Ja. Dat betekent dat ik vanaf mijn, ja, zeg maar de sleutelbenen, de rest van mijn lichaam, onderlichaam, geen gevoel meer heb. En ook geen handfunctie. Dus ik heb wel een rolstoel met elektrisch ondersteunende wielen, met rubberen hoepels en handschoenen aan met rubberen flapjes, waar ik mee dan die hoepels kan beroeren. Om toch naar vooruit te kunnen komen. Want om een elektrische rolstoel te rijden, dat heb ik niet zo'n zin in. Je bent veel te statisch en het lichaam komt wat meer vast te zitten. Ja. Dus je wilt er wat minder invalide uitzien, zeg maar, door al liever met een handbogen rolstoel te rijden. En dat lukt goed, maar dat betekent wel dat voor mij de wegen, wel de paden en zo wel liefst zo goed mogelijk geplaveid moeten zijn. Om er goed doorheen te kunnen. Ja. Ja. Ja, dus... Nou, ik ben toen in de Maaskliniek terechtgekomen om te revalideren. En daar heb ik een half jaar gerevalideerd voordat ik voor de eerste keer weer thuis kwam. En bijna een jaar duurde de hele revalidatieperiode om, ja, om weer een beetje in een rolstoel, deze rolstoel, te kunnen rijden. En zo weer wat meer aan het leven te kunnen deelnemen, tenminste. Buitenshuis en... Ja, want je zegt dat, hè, deelnemen aan het leven, aan de maatschappij, dat is voor jou heel belangrijk, hè? Ja, ik denk dat het iedereen heel erg belangrijk is, maar ja, voor mijn gevoel vind ik het ook enorm belangrijk om
om mee te kunnen doen. En daar heb je dus ook de omgeving van nodig, hè, die dan daarin meewerken. Ja, want voor ons, voor iedereen is er vanzelfsprekendheid, dat is voor jou is het niet. Nee, het is niet altijd allemaal vanzelfsprekend, nee. Nee. Nee, je moet eigenlijk dag in dag uit best wel hard voor knokken om alles voor elkaar te krijgen, ja. Ja. Je materialen, je hulpmiddelen, kan zelf ook auto rijden. Dus die bus hebben we helemaal laten bouwen, tot die helemaal paste, op de centimeter nauwkeurig. Dus ik kan gewoon zelfstandig gaan en komen wat ik wil. Ik was vorig jaar op de Grand Prix Hockenheim zelf heen gereden. Oostenrijk zijn we geweest, met een beetje ondersteuning met mijn zus samen, dan is eigenlijk, ga ik niks uit de weg om me niet te bereiken of niet te kunnen komen. Ik zie dat je ook een maatje bij je hebt. Ja, dit is Jess, mijn hulphond. Jess, hier, up. Wil je maar zien, up. Nee, het heeft geen zin, een beetje lui. Hè? En op welke manier heb je hulp van Jess? Ja, dit is mijn tweede hulphond. Deze heb ik nu bijna 2,5 jaar. En hij moet me assisteren als er iets op de grond valt. Want ja, ik kan denk ik niks van de grond af oprapen. Ook in huis niet. Dus kleine hulpmiddeltjes. Een typvinger bijvoorbeeld om mee te kunnen typen op het toetsenbord. Kan die oprapen. Ik kan zelfs een bankpasje oprapen. De deuren openen en sluiten weer en zo. En geef ook een stuk vertrouwen natuurlijk. Ook, om ook zelfstandig op pad te kunnen gaan, dan voel je toch niet meteen dat je helemaal er alleen voor staat en dat de hond altijd kan helpen als nodig is. Hij mag eigenlijk overal binnen, ja. Ik ben maar totaal 2 of 3 keer geweigerd. In 15 jaar of zo, ja. Omdat je een hond bij je had? Ja, dat ze toch vonden dat je niet in een restaurant thuis hoorde, omdat het, de reden was niet eens helemaal bekend, nee. Nee. Dat die haren achterliet of dat het niet goed plek was en zo. Ja, dan word je niet vrolijk als dat gebeurt natuurlijk. Nee, dat voelt niet fijn, nee. Nee. Je mag de hond ook niet aanhalen, hè? Dat heb ik een klein plaatje erachter staan, niet afleiden. Nee. Want hij is dan gewoon, zolang je het tuigje aan heeft, is je in dienst. Oké, ja. Het is net als compleet mislukt, hè, toen hij binnenkwam, want dan staat hij heel vrolijk kwispelend voor je ja. En dan ben je toch geneigd om... Ik zag al iemand die wat foutjes erin maakte, maar laat even niet of hij wie was. Ik zit al 3 kwartier in te houden hier. Hè? Ja. Ja. Maar hij heeft wel een hoog knuffelgehalte, ja. Jazeker. Ja. Hey, vertel eens, wat voor obstakels kom jij in het dagelijks leven zoal tegen? Ja, het zijn vaak net wat randjes of kleine stoepjes waar niet meteen aan gedacht wordt van dit kan een probleem zijn om daar overheen te komen. Het heeft ook wel een beetje te maken dat ik wat minder krachtig ben en wat minder goed, niet zo handig ben met die rolstoel. Ja, er zijn mensen met een lage dwarslees die gewoon nou bijna een trap naar beneden kunnen. Maar dat is gewoon voor mij niet weggelegd en daarom is het voor mij extra lastig. Maar ik denk ook wel met oudere mensen aan met een rollator en zo die ook daar problemen hebben. En dan kan ook elk randje of stoepje of zo kan al te veel zijn. En die komen natuurlijk ook steeds meer in het kader van de vergrijzing die behoorlijk toeneemt. Hè. Dus dan vinden we het gewoon makkelijk dat, waar veel mensen komen, dat er gewoon een schuifdeur aanwezig is. Waar je gewoon heel makkelijk doorheen kan. En niet dat er deuren geopend moeten worden en moeilijke trucjes uitgehaald moeten worden om daar doorheen te komen. Ja. Ja, het zijn ook dingen waar mensen niet aan denken. Hè, van de groenbakken die op trottoirs worden gezet, fietsen op de voetpaden, auto's heel ver met de neus over een parkeervak heen, dat je neus helemaal op het voetpad staat en ja, ga maar door. Ja, ja. Ja, ik snap wel dat mensen niet steeds aan denken van nou, hier zou wel eens een rolstoel voorbij moeten komen, maar ja, daarom wordt er aan gewerkt dat de mensen toch steeds meer van bewust zijn. Ja. Met de kinderwagen. Hè? Ja, precies. Want we hebben het natuurlijk niet alleen over. Bij jou is duidelijk, je hebt een rolstoel. Maar je hebt ook inderdaad mensen met een wandelstok die moeilijk ter been zijn. Of een rollator, inderdaad. Daar wil je ook niet mee over de kinderkopjes hobbelen. Nee. Je komt soms ook de gekste dingen tegen. Ik was een keer op het Bevrijdingsmuseum in Arnhem. Invalide toilet was echt een heuvel omhoog. En op die heuvel waren allemaal kinderkopjes aangebracht, ja. Het was gewoon echt niet te doen. En ik denk van ja, wie heeft dit ooit bedacht, hè? Ja.
Hoe is het bij jullie, Janneke? Ja, dat is bij ons toch wel iets beter geregeld. Geen heuveltjes. Nee, nee, geen hobbeltjes? Nee. Nee. Hoe was het hier, hoe is het hier in de Weijer, de binnenkom? Is het hier goed? Pas op, prima. Ja. Oké. Okay. Ja. Mooi. Maar ik ben het oorlogsmuseum geweest en dat was ook was al prima. Ook de toegang naartoe, parkeerplekken en zo. Ja. Liften hebben we inderdaad ook voor tentoonstelling als je naar beneden mag. Die lift zit erin, ja. Ja. Wat kom je nog meer tegen? Want we hebben het nou overal buiten gehad, hè? Stoepen, randjes. Hoe zit het met winkels, gemeentehuizen? Dat natuurlijk was het, ook bijvoorbeeld bij de HEMA, dat dan toch de paden behoorlijk smal zijn. Ook wel pilaren in staan. Ja. En ze willen zoveel mogelijk spullen in die winkel hebben. En vooral die displays die er voor maar een paar weken staan met aanbiedingen, dan wordt er helemaal volgepakt. Ja. Ja, en dan... Kijk, voor mij gaat het wel enigszins, maar als je iemand hebt met een scootmobiel, dan is het toch een behoorlijk apparaat en ja, dat valt niet altijd mee, nee. Nee. Is het een kwestie van een mindset waar ondernemers aan moeten denken, dat is van ja, wacht eens even. Of moeten ze jou bellen en zeggen van, Henry, kom eens kijken, hoe moeten we dat doen? Nou, ik denk dat er gewoon meer aandacht voor moet komen, ook gewoon of landelijk of... Dat er, kijk, je kunt wel op aanspreken, maar als je op de persoon de wereld moet gaan verbeteren, dat wordt wel ja, een langdurige kwestie eigenlijk, hè? Ja, ja, maar het moet ergens beginnen. Moet ergens beginnen, ja. Ja. Maar bij de Poosterslee ben ik dan in Maastricht geweest en nou, we hadden een paar jaar geleden was ik naar een Holland Casino geweest, daar hadden we goede ervaring. Nou, we waren een avondje uit, wat kun je dan? Nou, een keer een bioscoop of, nou, we gingen dan naar het casino in Maastricht, Fairplay. Komen bij de ingang, ja, zegt ze van, het is eigenlijk niet toegankelijk, want hier zitten twee afstapjes in die behoorlijk groot zijn. Oh, ja, we hebben nog geen plank, maar misschien, ja, een eindje verderop zat er ook nog eentje aan de andere kant water. Ook geen plank, dus eigenlijk kon ik niet binnen, maar nou, iets kunnen regelen dat we dan de security bellen en dan via de achteringang zeggen dat er dan iemand binnenkomt. Want met, ja, met beveiliging was dat gesloten. Komen we achter binnen, komen we de eerste opstap tegen zo hoog als wat hier ongeveer is. Hè. Hebben ze me erop getild, nou, een poosje rondgekeken, nou, we zullen eens gaan spelen. Ik wil aan de andere kant van die roulette tafel. Het is best donker in zo'n gebouw. Ik vergeet dat opstapje. En donderde gelijk naar beneden. Echt, oh, mijn hoofd en tanden door de lip. Het was de ene laatste avond, nou, niks gewonnen, maar wel heel veel verloren. Niet te spelen toekomt, maar dan denk je, ja, hoe, hè, zo'n gebouw, hè. Daar heb ik een mail geschreven een paar weken later, tot op heden niks van gehoord. Dan denk je, ja. Ja, dat zal eigenlijk, ja, dan denk je, ja, is het belangrijk of niet? Het kan ook helemaal verkeerd aflopen zelfs, hè, dus ja. Ja, 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 precies, zeker. Hey, wat ik mooi aan jou vind, hè, we hebben elkaar een paar weken geleden al eens een keer hierover gesproken. Je hebt niet echt bij de pakken neer gaan zitten, hè. Je bent vanaf het eerste moment gaan aanpakken. En dan kijk ik even naar Linda, de schilderijen die erachter staan. Zou ze in aanmerking komen voor de Dr. Peler Cultuurprijs? Dat is de gemeente Sint-Tunis. Ja, maar stel, bedoel straks, hè, straks één grote gemeente, één bond nat. Straks wel. Ja, straks wel. Maar nee. Dit zijn mensen die zouden, als Henry in Boxmeer had gewoond, zich kunnen aanmelden. Zeker, nou ja, hij kan zichzelf aanmelden, iemand kan hem ook voordragen. En dan kans om te winnen als je dit kan maken? Ja, zeker. Het hoeft niet groot te zijn om te mogen winnen, absoluut niet. Nee. Want Henry, vertel eens, hoe doe je dat, zo'n schilderij maken? Wie zegt al, je hebt geen hand, je vingers doen het niet meer. Nee, ik was heel erg sportief voordat ik eigenlijk dan ben gevallen, zeg maar, ik heb jarenlang... hallo-wedstrijden gedaan, motocross-wedstrijden gedaan en ja, met de mountainbike ben ik dan gevallen. Ik dacht, ik ga iets een veiligere sport doen, maar dat is dan niet helemaal gelukt. En ja, dan begint het toch weer wat te kriebelen en dan wil je wat gaan doen, hè. Dus dan wordt het toch iets meer op het creatieve vak. En ja, heb ik een bon klei voor me gekregen, ja, dat werd ook niks eigenlijk. En ja, met een schilderskwast misschien wel, hè. Toen ben ik maar eens begonnen van, ja... eerst gewoon hier tussen de vingers inklemmen. Laat ik even die handschoentjes aan waar ik dan de kwast boven inschuif en met mijn tanden weer terugtrek. En ja, eigenlijk met gewoon een slappe pols. En dan zet ik hem vaak aan de zijkant neer. En dan, ja, dan kan dit het resultaat worden. Maar ik ben nu dan een jaar of 12, 13 ermee bezig.
En ja, daar krijg je ook weer een beetje die adrenaline van, hey, dit wordt wel iets leuk en krijg goede reacties. En dan wordt het dan toch wel weer eigenlijk heel leuk dat je dan daar ook gemotiveerd door kan raken. En ja, ik heb inmiddels een... Ja. Heel mooi. Knap hoor. En vier exposities achter de rug eigenlijk en meer dan 100 schilderijen vervaardigd, ja, die eigenlijk allemaal ergens zijn. Ja. Dat wilde ik even vragen. Ja, hoe lang doe je nou over een schilderij? Nou, dit voorspoort wel toch wel 2-3 maanden zeker. Ja, dan ga ik allemaal het activiteitscentrum in Sandbeek, waar ik toch geholpen word met de verf aandragen en spulletjes klaarzetten. Als de kwast valt, zodat ik het jazz maar weer oprapen en zo. Dus dan, dat is dan wel heel mooi eigenlijk, ja. 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 Je zegt net dat je bent motocrosser geweest, een motocross-liefhebber. Heel iets anders. In de Sint-Tunis willen ze een motocross gaan organiseren, een Grand Prix. Ja. Moeten ze dan gelijk denken aan een mooie tribune waar je niet door de modder hoeft? Ja, als ik een mooie plek daar zou kunnen vinden, dan ben ik er sowieso dan zeker bij. Ja. Hoe slecht eerlijk ze zijn, want ik vind het wel een mooi initiatief. Ik weet ook wel dat het financieel wel een moeilijk plaatje wordt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar het zou heel mooi zijn als de motocross de Azen. Ja. Als ze dun is eigenlijk een keer in Monroy met de bergen zou kunnen plaatsvinden. Ja, bij jou achter in de tuin. Hè? Ja, met de wereldkampioen Jeffrey Herlings voorop. Ja. Ja, ik heb ooit in de motocross de Azen meegedaan. Weliswaar een bijprogramma, maar dan zou ik heel mooi zijn als dat terug zou kunnen komen. Ja, ja, is ook een gevaarlijke sport. 20.000 bezoekers zo. Dat, Ja, nou ja, het zou mooi zijn in ieder geval, maar dan ben jij erbij. Dat, daar ben ik er zeker bij, ja. Ja. Ja, prima. En dan een beetje een verhoging maken, dat we goed over het koppen van het andere publiek kunnen kijken. Zorgen we dan voor. Ja. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk wel belangrijk, hè. Zeker. Ja. Ja. Want bijvoorbeeld Constantia, Wanderooi voetbal, daar ga je natuurlijk ook kijken. Hoe is het daar voor jou geregeld? Ja, daar hebben ze ook wel kleine aanpassingen gemaakt. Dat ik gewoon, maar mensen gaan tegen zo'n reling aan hangen. Ja. En als je zelf dan niet dicht genoeg kunt komen, allemaal die reclameborden tegenaan bevestigd zitten. Ja, dan kun je eigenlijk zo de cornervlag niet eens zien. Nee, want je dus staat niet ver in de voorkant, maar hebben ze een gedeelte weggehaald dat je dan echt wat. Naar voren kan zitten. Afdak is er geplaatst, een goed oprijplateautje. Ja. In de binnenkant en dan kun je gewoon gezellig met je vrienden net voetballen zonder dat er dat je ergens aan hoeft te ergeren dat iets niet lukt. Merk je dat er veel begrip is in de omgeving, dat mensen je graag willen helpen? Dat... Ja, voor mij om eens al zien van wat die jongen heeft het of die man dat dat zien ze al heel snel van, die heeft eigenlijk wel hulp nodig, hè? Maar ik bedoel, als je iemand hebt met een herseninfarct gehad waar je weinig aan ziet, maar die dus het zwaar heeft, geestelijk, fysiek ook wel, maar die krijg je dan een stuk minder begrip. Hè. Vandaar ook die aandacht eigenlijk voor alle mensen. Hè. Ook voor een blinde, ook voor een doofstomme, ook voor... en dat is, wat we pas dan een middag gehad in Wanderooi, heb je dan de begeleiding gedaan en een stuk van de krant en dan... Dan daar kwam er ook wel uit hè, dat vaak mensen het niet zien en dat een groot probleem is. Ja, er is dus en dat er geen begrip is. Dat mensen ook op een gegeven moment zeggen van waarom doet hij dat niet zelf of kan hij dat niet zelf en hij is lui of zomaar kunnen werken of wat dan ook. Ja, ongelooflijk. Maar dat stuit dan wel tegen de borst als je dan zo'n verhaal hoort. Hè, dat er is wat dat betreft uit doen, ja. nog een wereld te winnen zou ik zeggen. En daarom is het ook goed, vind ik, dat je hier bent en het uitlegt en zegt wat er moet gebeuren. Dus wat dat betreft... Oordeel niet te snel, nee. Ja, precies. Nou, fijn dat je het was. Fijn dat iedereen er was. We gaan nog één keer naar Rinel en Toon luisteren. Toon, Rinel, waar zijn jullie? Ik neem ondertussen afscheid van jullie allemaal. Ik hoop dat jullie er volgende maand weer zijn. De gasten allemaal bedankt. We gaan nog even luisteren. En ik zeg in ieder geval vast goed weekend en tot volgende maand. Ik wil voordat wij ons laatste liedje gaan spelen ook nog even zeggen. Ik heb een website. Ik heb een YouTube kanaal.
heel weinig abonnees. Maar dus als jullie toevallig een keer zin hebben om te kijken wat ik zoal maak, dan zou ik zeggen, dan wat let je. Oké, dit is een cover en het heet Who Knows Where the Time Goes. The evening sky, all the birds are leaving. How can they know it's time for them to go? Comes the storm of winter, I will still be here. I have no thought of time. Who knows where the time goes? Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.